Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag heb ik twee gasten, Sharon en Olivier Overweg. Ja. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn, want een mooie aanleiding. Jullie geven presentaties over liefde en relaties. Ja, eigenlijk zijn het lezingen, maar we zijn nog op zoek naar een beter woord. Het is een interactieve voorstelling over het mooiste en tevens het moeilijkste dat er is. Hè? Liefde. En relaties. Kijk, liefde en relaties. Hoe is zoiets ontstaan? Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Nou, we zijn... Buiten het feit dat jullie samen getrouwd zijn natuurlijk. Ja. Al meer dan 24 jaar. Dus af en toe ook enorm niet getrouwd samen. Bijna samen. Ja, precies. Ja. 17 jaar getrouwd. Dit is ontstaan doordat het ons ontzettend aan het hart gaat. Dat er elk jaar in Nederland 70.000 kinderen zijn die van hun ouders horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Ja. 70.000 kinderen, ja, dat is een stad als Gouda. Elk jaar weer opnieuw in Nederland. En dat gaat ons aan het hart. Wij zijn niet voor de eeuwige relatie. Helemaal niet, want als het echt niet werkt, ga alsjeblieft uit elkaar. Maar er zit wel iets tussen, hè? Werken eraan in ieder geval met elkaar. We hebben het gevoel, en wij kunnen niet achter de voordeur bij mensen kijken, gelukkig niet. Maar wij hebben het gevoel dat er misschien wellicht iets te snel gescheiden wordt. Dat men het perfecte plaatje nastreeft. En dat komt ook door internet, door de socials, Facebook, al die, hè, Instagram. Laat een heel mooi beeld zien. En wij hebben het gevoel dat heel veel mensen dat beeld nastreven. Maar dat is een illusie. Ja. Dat is gewoon niet het echte. En misschien mag ik daarop inhaken. Want ja, Jan-Willem, het lijkt net alsof, als Sharon dit zo vertelt, dat wij het ideale koppel zijn. Dat dus zijn we niet. Zeker niet. Nee. We zijn ook geen relatietherapeut, we zijn geen coach. Maar we hebben wel het gevoel dat we uit onze ervaringen en de vele gesprekken die wij bij ons aan de keukentafel hebben van mensen, dat we iets kunnen bijdragen om mensen na te denken over een relatie. We willen juist geen rolmodel zijn. We willen vanuit onszelf, met wat wij hebben meegemaakt de afgelopen jaren, de ups en ook zeker de downs, willen wij vertellen hoe wij daarmee zijn omgegaan. Maar dat betekent dat het ook best wel, zeg maar, close wordt dan? Het wordt heel close. We zijn best wel open en eerlijk. Het is intiem, het is ook hilarisch, want we gooien er wel wat humor overheen. We hebben veel zelfspot. Ja. We willen juist laten zien dat wij een heel normaal, doodnormaal stel zijn met alle uitdagingen die daarbij horen. En nogmaals, we willen ook niemand tekort doen, want als het echt niet werkt, ga uit elkaar. Ja. Mijn ouders zijn vorig jaar na 51 jaar huwelijk uit elkaar gegaan, Jan-Willem. Dat zou ik niemand aanraden. Zij hadden dat echt 30 jaar eerder moeten doen, toen ik nog een klein meisje was met mijn zus. Dus rommel niet zo lang aan, maar... Maar die hebben het dan klaarblijkelijk niet zo snel opgegeven. Die dus eigenlijk zou je dan zeggen... Nee. Nou, die hadden het eigenlijk eerder moeten opgeven. Die hadden het eerder op moeten geven. Okay. Dus we willen niemand tekort doen. Maar het is gewoon een gevoel. En daar willen we wat aan doen. We willen relaties boosten. That's en hoe start zo'n presentatie, CQ, lezing? Sharon is voornamelijk in de weer om alles achter de schermen vooral goed te krijgen. We hebben een bedrijf opgericht, stapelgek.com. Ja. Dus word je soms stapelgek van je partner, maar wil je weer stapelgek op hem of haar worden, dan hebben wij een leuk verhaal. De lezing heet Vitamine L, Vitamine Liefde. Ja. En we hebben de lezing laten regisseren door een sprekerscoach, iemand met een theaterachtergrond. Vandaar dat ik het liever een interactieve voorstelling noem, want het is echt een beetje... We dagen het publiek ook uit om mee te doen. He, niet dat wij één verhaal zenden, want dat gaat in de relatie is dat ook nooit zo, he, dat je alleen maar zendt. Nee, je moet met elkaar gesprek aangaan. Zenden en ontvangen. Ja. En dat doen wij op een hele leuke, interactieve manier. Met elkaar, maar ook met het publiek. Ja, maar ik vroeg dus, hoe start je dan? Ja, hoe start ben ik dan benieuwd naar? Hoe starten wij? Ja, dan moet je eigenlijk komen, Jan. Ja, nee, dat begrijp ik. Want we willen natuurlijk niet alles thuis zitten. Wij gaan met elkaar in dialoog. Dus je kijkt naar ons, je ziet ons zitten en je ziet een stel zitten wat al heel erg openhartig is over alles wat ze mee hebben gemaakt. Wat hebben jullie zoal meegemaakt? Zowel mooi als minder mooi? De mooie dingen, natuurlijk de fijne dingen, de vakanties, maar ook de gesprekken die we met elkaar hebben. De mindere dingen, dat je banen verliest, dat je financiële problemen hebt. Zorgen. Dat je ook in de relatie problemen hebt. Dat je af en toe dat je aan het zoeken bent naar wie ben ik als persoon. En dat je elkaar kwijtraakt, heel makkelijk. Ja. We hebben dan twee kinderen. Zeker toen ze klein waren. Je leeft heel gemakkelijk langs elkaar heen. Door het huishouden, het werk. Voordat je het weet zit je met elkaar als huisgenoten op de bank. Ja. En dat is een killer, hè? En dat neem je elkaar als voor lief, vanzelfsprekend. Ja. Dat is gewoon een killer voor de relatie. Dus dat hebben we meegemaakt. Maar ook uitdagingen, gevoelens voor anderen. We hebben het allemaal.
daar hebben we het ook over. Dus... Ik denk dat het heel herkenbaar is voor heel veel relaties. Ook voor mensen die een relatie hebben gehad, die op zoek zijn naar een nieuwe relatie. Hoe moet ik dat aanpakken? Dus we geven eigenlijk een aantal tips aan de hand van een boek wat wij ook meegeven in de lezing. Ja. En dat is heel interessant om dat aan te horen. Tenminste, dat krijgen we in ieder geval heel veel terug. Dat boek is echt onze inspiratie. Dat heet De Vijf Talen van de Liefde van Gary Chapman. Dat is een geweldig boek. Ik wil bijna zeggen, dat is de gebruiksaanwijzing voor het hebben van een mooie relatie. Ja. En daaromheen is eigenlijk wel ons verhaal opgebouwd. Omdat dat echt onze inspiratie is, dat boek. Dat is fantastisch. En dat heeft jullie ook geholpen op het moment dat het wel minder ging? Ja, dan grijp je daar heel snel naar terug. Ja. Het is een heel makkelijk en toegankelijk boekje. Het is een communicatietechniek, waardoor je elkaar beter begrijpt, waardoor de liefde beter aankomt. Ja. Heel grappig, heel leuk. Dus de liefde die wordt weer hersteld? Of wordt in stand gehouden door communicatie? Nee. Niet iedereen kan namelijk zeggen, ik hou van jou. Er zijn verschillende manieren om te zeggen, ik hou van jou. Dat kan in woorden, maar dat kan ook door iemand bijvoorbeeld te helpen of lekker te koken. Of, er zijn 5 manieren om liefde te uiten, stelt dat boekje. Oké, en die zijn? Die zijn 1. Bemoedigende woorden. Ik noem ze even door elkaar op, hè, willekeurig. Er zijn er 5 en 1 is dominant. En als je dat weet van elkaar, welke dat is, kun je daarop inspelen. Dat is fantastisch. Ja. En daar herken je elkaar ook. Komt de liefde beter aan. 1. Bemoedigende woorden. Dat houdt in complimenten. Wat zie je er goed uit? Wat heb je lekker voor mij gekookt? Wat doe je dat toch goed? Bedankt nou, koken dat kan ik niet, maar het eerste ben ik met je eens. Je krijgt wel een compliment. Jij kan alles. Fijn dat je zo technisch bent. Ja. Complimenten. 2. Tijd voor elkaar vrijmaken. Dat kan zijn een hapje eten ergens, maar dat kan ook gewoon thuis zijn, aan tafel, elkaar aankijken, een gesprek voeren. Op de bank zitten en samen met elkaar praten in plaats van dat de een televisie aan het kijken is en de ander op de laptop zit. Dus tijd voor elkaar. 3. Cadeautjes. Cadeautjes ontvangen of krijgen. Helemaal hoeven geen grote cadeaus te zijn, maar juist het hele kleine. Dus cadeautjes geven, ontvangen. 4. Aanrakingen. Ja, dus het hoeft niet meteen seks te zijn, maar gewoon een aanraking. Ja. Sommige mensen zijn wat aanrakerig dan de ander. Ja. En als je dat weet van die ander, gooi eens een arm om iemand heen. Ja. Alleen dit al kan al heel fijn zijn voor mensen. Ja, ja. En de 5e, ben ik het even kwijt. Hulpvaardigheid had ik al gezegd. Nee. Hulpvaardigheid, dat is de 5e. Ja. Dus het gras maaien, een wasje doen, iemand naar Schiphol brengen. Ja. Nou. Dus, maar dat is even goed dat je dat zegt. Want als ik dus in de zomer het gras maai zonder dat Sharon erom hoeft te vragen... Word ik blij, want het is mijn eerste taal. Ik vind ze alle 5 leuk. Ik vind het leuk om een cadeautje te krijgen. Ik vind het leuk als hij zegt dat ik mooi ben, dat hij van me houdt. Maar als hij nou de hele tijd zegt, je bent zo mooi, dan denk ik, ja, nou weet ik het wel. Help me even alsjeblieft. Ja, ja, ja. Stop dus, dat wasje er even in. Dat is mijn eerste taal in deze relatie. In een andere relatie zou dat misschien iets anders kunnen zijn. Maar omdat jij heel complimenteus al bent, is het niet mijn eerste taal, want ik krijg het toch wel. Dus ik word heel blij als Olivier mij helpt in het huishouden. Jouw eerste taal is aanrakingen. Ja. Dat is niet mijn eerste taal, dat is niet mijn natuur. En nogmaals, het heeft niks met erotiek of seks te maken. Nee, even genegenheid. Of even knuffel. Ja. En dat doe ik ook. Ja, die zijn er wel meer binnen relaties, dat de een zeg maar aanhankelijker is dan de ander. Ja, vind ik ook fijn, maar het is niet mijn eerste behoefte. Ja. En Gary Chapman stelt dus als jouw... iedereen heeft een liefdestank. Ja, het klinkt een beetje zoetjes, maar... En die kun je dus vullen met die 5 talen. Maar als die gevuld wordt met jouw eerste taal, zit je meteen met 1000 punten vol. Ja. Dat nog score je, zeg maar. Ja. Ja. Dus als hij slim is en we gaan naar bed, doet hij nog even een wasje in de machine. Zodanig dat ik dat zie. Let op. En dan krijgt hij een knuffel en wie weet van het een komt het ander. Ja, dat weet kan. Je moet lachen nu, maar het werkt wel zo. Ja, nee, ik moet lachen, omdat het is zo eenvoudig. Het is heel simpel. Het is zo simpel en zo leuk. Ja. Ik zit daar dan over na. Dan ben je eigenlijk, zeg maar, aan het plannen om... Nee. Gaat heel dat lijkt zo, maar dat zegt ze net letterlijk. Hè? Maar als het gaat heel vanzelf, dan draait hij nog een wasje. Zo wat. Weet je, het is gewoon inspelen op de behoeften van de ander. Ja. En dat is ook heel leuk om te gaan praten hierover met je partner. Van, weet ik eigenlijk wel wat de behoefte van mijn partner is? En kom ik hem of haar wel tegemoet daarin? Het is een heel leuk boekje. Ja. Het is echt te gek. Nou ja, en aan de aanvulling, jij kent ook degene waar die vandaan komt. Ja, Sharon komt uit een gezin waar het niet werd geknuffeld. Ik kom uit een gezin waar alleen maar werd geknuffeld en over gevoelens werd gepraat. Dus dat is ook heel herkenbaar. 2 mensen uit hele andere gezinnen ontmoeten elkaar. En, maar bij jullie thuis werd er niet zo over liefde gesproken? Weinig. Ja. Als gezoend werd op tv, werd er bij wijze van spreken gezept. Ja, dan werd er al gauw gezept. Ja, weinig.
Dus heel anders. Ja. Veel minder open. En toch kan dat dan in een hele goede harmonie. Ja. Zoals blijkt. Ja, ja, dat zie je. Al 24 jaar en 17 jaar getrouwd. Zeker. Ja, zeker. Maar dit boekje wat wij een jaar of 8 geleden hebben gelezen, dat heeft wel veel veranderd. Want we doen gewoon meer moeite naar elkaar toe om elkaar beter te begrijpen. Dat de liefde beter aankomt. Nou ja, en ook je elkaars aanwezigheid is geen vanzelfsprekendheid. Nee. En dat denken vaak mensen. Als we bij elkaar op de bank zitten, dan is het gezellig. Als men samen tafel zit, wordt er weinig gezegd. Sommige mensen hebben minder behoefte aan communicatie en aan woorden. Ja. Maar dan uit het dan op een andere manier naar elkaar. Vriendin van ons is gescheiden en haar man kookte elke week voor haar. En pas na het lezen van het boekje en na ons verhaal zei ze... Ik heb altijd ervan gebaald dat hij nooit tegen mij heeft gezegd, ik hou van je. Hij kon het niet zeggen. Maar hij kookte elke week voor mij. Dat was zijn manier om zijn liefde te uiten. Maar ik heb het nooit begrepen. Ik heb het signaal niet opgepakt. En zo zijn er veel vaak. Uiteindelijk kun je dus alles terug herleiden aan communicatie. Communicatie. Ja. Precies. En snap je elkaar, herken je elkaar en is die communicatie zodanig dat je ook over je gevoelens kan praten. Datgene wat je echt wil in een relatie, wat je van de ander verwacht. Ja. En blijven investeren elke dag. Op het moment dat je niet meer investeert, is er één. Als er één niet meer investeert, dan ben je al weg. Ja. Of niet veel investeren. Elke dag blijven investeren. Dat hoeft niet moeilijk of zwaar te zijn. Hou het leuk en luchtig. Ja. Maar houd het vooral ook spontaan. En spontaan. En doe leuke dingen met elkaar. Ja, het hoeft niet altijd geld te kosten, maar ga een keer het bos in of ga een spelletje doen. Ja. Of ga naar de film. Dan hoef je, sommige mensen vinden dat lekker, dan hoeven ze niet iets te zeggen, maar kunnen ze daarna lekker een bolletje pakken. Het kan allemaal, maar doe iets met elkaar. Ja, wel grappig, want om hier dan een interactieve voorstelling van te maken, misschien is dat wel een leuk woord inderdaad, interactieve voorstelling, om mensen op die manier te inspireren. Want uiteindelijk doe je dat, is dat de bedoeling. En interactief, het is niet zo dat mensen heel veel moeten doen. Het is meer dat wij ook vragen stellen aan het publiek. Ja. Wie herkent dat? Wie heeft dat ook? Dat is een beetje wat we bedoelen met interactief. We werken ook met mooie muziek. Zoals? We laten een aantal muzieknummers luisteren die voor ons heel veel betekend heeft. En, en waar de teksten heel erg mooi naar voren komen, datgene wat wij vertellen. Dus dat is heel herkenbaar. Een leuk voorbeeld, want dat vroeg je net, een leuk voorbeeld wat we meegemaakt hebben. We hadden laatst een lezing ergens, in een schitterende lingeriezaak. En een vrouw die was daar ons aan het aanhoren. En aan het einde van de lezing zei die man, jij kan het beter vertellen, zei die man... Was een wat ouder stel, bijna, ik schat in, bijna 60. Nou, zeker in de 60 denk ik zelfs. Maar die zei, koop eens een keer een leuk setje hier. En die vrouw had nog nooit een leuk setje gekocht. Dus qua verrassingseffect. Alleen maar degelijk ondergoed. En na het horen van onze lezing, we hebben het ook over de energie van lingerie. Dat ik dat vroeger nooit durfde te dragen, omdat ik heel preuts was. En ik vond het al heel snel belachelijk en ordinair. En ik vond alles goed. Hij vond het toch wel leuk en lekker. Dus het maakte niet uit. Dus het kwam ook niet in me om het te kopen. Tot ik op een dag dacht van, hey, misschien toch wel eens spannend. Ik was ook afgevallen, 12 kilo, meer gaan sporten. Dus ik voelde me ook wat lekkerder in mijn vel. Ja? Dus daar vertellen we ook over in de lezing. Het effect wat het heeft gehad op mij, op jou en op ons. En die vrouw die heeft dus voor de eerste keer, haar man was erbij. Die zei, koop nou toch eens ook iets leuks, een kantje. Ik trakteer. En dat heeft ze gedaan. Ja, geweldig. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Allebei straalden ze helemaal. Jullie ook. Ze gingen naar huis. Het is nou veel plezier vanavond. Wij worden allebei heel erg blij als andere mensen echt die fonkeling krijgen in de ogen naar elkaar toe. Ja. Want daar gaat het om. Er zijn weinig mensen in de wereld die heel erg gelukkig helemaal alleen zijn. Dat kunnen sommige mensen. Maar je hebt wel mensen nodig om met elkaar iets moois te bereiken. Ja. En hetzelfde geldt voor het zakenleven. Ik heb enorm veel gereisd in de wereld, veel culturen ontdekt. En eigenlijk zie je dat het overal hetzelfde is. Of het nou in Japan is of in Amerika. De liefde. De liefde, maar ook eigenlijk contact maken met elkaar. Want daar gaat het eigenlijk om. Hoe maak je contact met elkaar? Ja. En die communicatie, of het nou in de relatie is of in een zakelijke relatie. Je moet elkaar iets gunnen. En dat is, het is een stukje liefde, kan je dat eigenlijk zeggen. Ja, mooi. Ja. Mooi omschreven. Ja. Slotverrekening ben ik Want daar hebben we het ook over. We hebben het ook over werkrelaties. Niet alleen maar intieme relaties, maar dit is iets wat je... Ja. Ook die vijf talen, het is heel leuk. Want als je weet dat jouw collega... Hulpvaardigheid, dat belangrijk is voor hem of haar. Nou, dan pak je eens een kop koffie voor die persoon. Scoor je 1000 punten mee. En krijg je weer wat terug. Het is hartstikke mooi om door. Als mensen nu naar de voorstelling, interactieve voorstelling, willen komen kijken, waar kunnen ze de informatie vinden? Nou, op de website www.stapelgek,
www.ontwikkelingsbureau.com. Daar staat alle informatie. Maar het is nog niet zo dat wij dat je kunt komen naar een lezing omdat wij in het theater staan. Alhoewel, waarschijnlijk vrijdag 13 september staan we in een huiskamertheater in Winterdijk 30B in Waalwijk. Oh, dat is vlakbij. Ja, is heel leuk. Waarschijnlijk vrijdag de 13e, dus kom gerust. Hoe mooi kan het zijn. Wij maken er een hele mooie dag van. Ja. Maar normaliter worden we geboekt. Hè? Ja, de vrouwennetwerken. Ja, veel vooral. De vrouwennetwerken. In Nederland heel veel vrouwennetwerken. Grote, kleinere. En we gaan ons nu ook richten op scholen, want wij willen voornamelijk die ouders bereiken. Dus themaavonden op scholen, waarbij we dit in een soort van seminar-workshop-achtig hartstikke leuk. Vorm gaan gieten. Ja. En ik denk ook goed, want per slotverrekening is het ook zo dat als een. We zitten hier natuurlijk op Media Leerpark. Je hebt een school. En er zijn natuurlijk best veel klassen waarbij meer dan 50%. Zeker, dat hebben wij zelf ook meegemaakt. Het is ongelooflijk. Ja. Het is zo triest eigenlijk. Ja. Hè? Het is triest. Ja. Ja. Kinderen zijn toch altijd de dupe. Ja. En nogmaals, dat wil ik wel nog benoemen. Als het zo is, dan is het zo. Ja. Maar werk eraan samen. Ja. En uiteindelijk is dan de uitweg vanuit elkaar gaan is prima. Maar ook in een nieuwe relatie, wat pak je mee en wat pak je mee uit het verleden? En hoe kan je dat verbeteren in je nieuwe relatie? Dat is want anders zijn wij dadelijk de laatste der Monikanen. 17 jaar, 22 jaar. Precies. Hey, daar zijn precies. Toch aantallen. Ja, ja. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst. Dankjewel. Heel erg veel bedankt. Succes. Dankjewel. Tegen de kijkers thuis, Rek, hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. Vandaag waren mijn gasten Sharon en Olivier Overweg, Vitamine L, Vitamine Liefde. Hartstikke leuk, zo'n interactieve sessie. Ik ben zeer benieuwd. Informatie kun je dus terugvinden op de genoemde website, stapelgek.com. 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 Dankjewel voor het kijken nogmaals. Graag zie ik je volgende week weer terug vanuit het Media Leerpark hier op TV 73. Tot dan.